Het is vandaag Wereld AIDS-dag. Omdat het aantal AIDS-gevallen toeneemt, wordt er weer volop campagne gevoerd voor het condoom. Voor veel mensen is het rubbertje maar een vervelende verstoring van het liefdesspel. Maar met hondtesten vandaag, hoe vingervlug we eigenlijk zijn met dit beschermende jasje. Goedemorgen, AIDS-hond. Ja, een hele goede morgen. En Chavez, man bij het hond. We komen voor de neppiemel. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, we komen ophalen. Ja. Alsjeblieft. Oh, dat is hem? Ja. Nou, dat is wel een lekker maatje. Ja, ja. Ik denk het wel. Kijk, dit is hem. Aha. En daar heb ik wat voor. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik heb daar een condoom voor. Goudkleurig en met vanillesmaak. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, zo'n condoom? Nou, een condoom moet je afrollen en je moet zorgen dat alle lucht uit het zaadreservoir is. Dus je knijpt het dicht, je draait het 1 à 2 keer rond, ja. Je zet het op de penis, je laat los en je rolt het af. Nou, kind kan er was doen, hè? Kind kan er was doen. Doet u er wel eens een condoom mee? Of? Ik doe er wel eens een condoom mee, altijd. Ja, echt waar? Ja, tuurlijk. Oké, kun je het even laten zien of dat ook echt zo is? Waar ligt die? Nee? Mag ik even voelen? Ja, wilt u even? Ja, en? Ja, maar dan moet u ook die condoom eromheen krijgen. Is dat oké? Met beide handjes, hè? Ja, wacht even, ik heb het in mijn handen. Hij bent wel heel gretig, hè? Ja, oké, leuk. Maar nu even lekker even grabbelen. Ja, dank je. Huh? Mm-hmm. Je bent een beetje bang van die piemel, of? Nee hoor, maar ik heb het ding gezien, ik kan er niks aan. En? Nou. Het is gelukt. Rini? Dat krijg ik niet hoor. Dat krijg ik niet hoor. Kijk eens. Maar u doet het altijd met? Ik doe altijd met, ja. Ja? Ja, bent u bang om iets op te lopen? Of? Nou ja, als ik een vaste vriendin heb, dan na een paar posten is het geen probleem. Dan kunnen we altijd kijken of het zonder te doen. Maar tot die tijd, als ik gewoon geen vriendin is, dan altijd met me. Goedemorgen. Gebruikt u wel eens condooms? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee? U doet het altijd zonder? Ik heb nog nooit gedaan, dus... Meent u dat nou? Ja, meen ik. Ah. Netjes, hè? Ja. Dan laat ik mijn vrouw altijd doen. Ja, uw vrouw doet het altijd? Ja, natuurlijk wel. U doet dat nooit zelf? Nee, natuurlijk niet. Ik ben er niet voor niks getrouwd. Ja? Ja. Daar is uw vrouw voor? Ja. Vrouwen zijn in het Bijbel gekomen om man makkelijk te maken. Even scheuren, ja. Aan de zijkant? Ja. Ja. Pas op voor de nageltjes, hè? Ja. Dan gaat hij scheuren. Kan bij mij geen kwaad meer. Dat heb ik wel gehad. Ja, hij zit. Nee, ja, u zit om uw duim, maar hij moet om de piemel, hè? Oh, die zit daar. Maar gebruikt u het ook wel eens in het echt? Als je het doet, doe het dan veilig. Ja. Om te voorkomen inderdaad, überhaupt nog niet eens alleen AIDS, maar alle andere ziektes die er zijn, alle andere SOA's. De slagziektes bedoelt u? Precies. Ja. Dus altijd met condoom? Altijd veilig.